Trainer, op donderdag nemen we altijd even de huishoudelijke mededelingen door. En daaruit blijkt dat er nogal wat blessures zijn. Ja, dat komt nooit uit, maar zeker niet in aanloop naar de topper. Nee, dat klopt. Heel vervelend. Maar goed, we hebben daarmee te maken en we zullen daarna moeten dealen. Maar waarschijnlijk morgen ook nog laatste beslissingen moeten nemen wie we gaan opstellen en wie niet. En dan heb je het over Wout Brama? Ja, zeker Wout, dat weten we nog niet. Dus het wordt eigenlijk, denk ik, last call. Hoe gaat de trainer daarmee dealen? Nou ja, goed, dan blijft er, dan ga je kijken naar opties in je selectie. Moet je dan gaan verschuiven of kun je gewoon per plek gaan oplossen? En ja, dan hebben wij gewoon een mogelijkheid om per plek op te lossen. En dat gaan we ook doen, denk ik, mocht het nodig zijn. Ik denk dan ook altijd even na, maar mijn creatieve brein gaat niet zo heel ver. Ja, ik zie dan met name wel problemen op het middenveld, omdat ook Hulsje er niet bij is. Ja, nou goed, de spulling is doen, dat zeg je heel goed. Maar goed, we hebben nog een aantal jongens die daar kunnen spelen. En ja, die hebben we vandaag ook uitgeprobeerd in een aantal facetten. En ja, dat zijn voor ons dan ook een opties. En uiteraard is dat natuurlijk een aderlating als die niet spelen. Maar nou goed, die jongens die dan wel op dat moment een kans krijgen, heb ik vertrouwen erin dat ze dat ook goed gaan invullen. Want je zei, ondanks de blessures was de spirit en de vibe goed hier op de training deze week. Ja, hartstikke goed. Daar ben ik zeer tevreden over. Alleen die blessures komen nooit goed uit natuurlijk. Want je wil gewoon compleet zijn en dan wil je gewoon maximale keuzes hebben. Maar goed, dat heb je op dit moment niet. En dan moeten we gewoon accepteren zoals het is. En dan hopelijk dag voor de wedstrijd of op de wedstrijddag dat het nog meevalt. Maar dat zien we dan wel. Ja, vaak worden de termen als cruciale wedstrijden gebruikt. Kan deze wedstrijd cruciaal zijn? Want als je wint, hè, is het gat 11 punten. Dat lijkt me toch wel een redelijke marge. Nou, cruciaal ten aanzien van de aantal punten die je hebt benoemd. Dat misschien wel. Maar niet ten aanzien van de ranglijst. Want kijk, het is te vroeg om te praten over crucialiteit in deze fase. Elke wedstrijd is uiteraard belangrijk. En deze zeer zeker, omdat je tegen een directe concurrent speelt. Maar het is nog veel te vroeg in deze competitie. Echter, aan ons is alles gelegen om die gat te vergroten natuurlijk. En voor hun. En zij willen dat ook natuurlijk verkleinen. Dus dat wordt een interessante confrontatie, denk ik. Maar je zou kunnen zeggen, winnen is niet alles, verliezen is niks. Dat zeg je heel erg goed. Dus je kunt beter gaan winnen. Nee, je kunt ook gelijk spelen. Dat zou ook kunnen. Dat is ook een resultaat natuurlijk. Dan hou je in ieder geval een tegenstander op gelijk aantal punten. Dat is 8, geloof ik. Ja. Maar goed, wij zijn een team die altijd voor overwinning gaat. En we zullen zien gaande wedstrijden hoe de boel zich ontwikkelt en wat voor dynamiek ontstaat. Maar we zullen ook ten alle tijde voor overwinning gaan. Ja, moet ik nog betalen voor die uitspraak? Want het is eigenlijk een uitspraak van jou. Staat hier al op een tegeltje. Dus ik weet niet of je daar al patent op hebt. Nee, iedereen mag hem delen. Geen enkel probleem.